Ah, lekker. Een half uur geleden wees ik joggen. Kom ik thuis, probeer ik mijn telefoon aan te doen. Doet dit gewoon niet. Hey, doet het gewoon niet. De fucking telefoon. Gadverdamme. Er zit een barst in de telefoon. Maar waarschijnlijk is er vocht binnengekomen. Of zo. Maar de scherm gaat niet aan. Dus I'm fucked. Geen telefoon. Moet laten maken. Ik ben nu op zoek naar een plek waar ik het kan laten maken. Maar het was 120 euro. Van een fucking scherm laten maken. 120 euro. En daarna nog hopen dat hij nog aangaat ook. Want als hij het nu al niet doet, vraag ik me af of het wel nut heeft om die scherm te laten maken. Kaak! Ja, waarschijnlijk 2 weken zonder telefoon. Chill. Chill. 2 weken zonder telefoon. Kijk. Nou, ik ga even lekker douchen. Zie jullie zo weer. Douchen. Ik ga zo weer lekker op weg naar werk. Tja, ik ben de afgelopen 2 uur bezig geweest om te zoeken naar een plek waar ik mijn scherm kan laten maken voor de telefoon. Want hij is echt gewoon blackout. Ik druk de hele tijd op de knop. But this shit ain't working. That's bad. That's real bad. Dus weet je, als jullie suggesties hebben voor plekken waar ik hem kan laten maken. Voor een goedkoop prijsje. 120 euro. Dus tenminste. Ja, dat is het goedkoopste wat ik kon vinden. En dat is dure shit, man. Dat is echt duur voor een scherm laten vervangen. 120 euro. Terwijl die barsten niet zo erg zijn. Maar ja, als die lekkere telefoon het gewoon niet doet. Dan kan ik niks doen. I'm fucked. En waarschijnlijk voor 2 weken. Ga ik fucking niks doen. En dat is fucked up. 2 hele weken. Helemaal niks kunnen doen. Fuck. Dus ja. Als jullie suggesties hebben, stuur het even in het bericht voor plekken waar ik mijn scherm kan laten vervangen. In Amersfoort zit er eentje volgens mij. Maar ik moet even kijken. Ik moet even bellen. Even morgen bellen of zo, maar vroeg. En kijken of ik erheen kan gaan. Kleren uitzoeken. Werk t-shirt. Onze gale vest. Zo lelijk. Maar lekker warm. Vanavond als ik terugkom van werk. Want ik ga weer lopen naar werk. Ik ga weer lekker lopen naar werk. Op een t-shirt. Ik kan vinden van werk. Tararara. Nope. Dat was echt teringmen achter me. Kamer opruimen. Yep. Een mooi shirt. Zo. Dat is oké. In mijn broekzak. En dan gaan we op weg naar werk. Lekker, slintje. Ik kan mijn telefoon dus niet meenemen naar werk. Helaas genoeg. Telefoon. Telefoonloos.
niet te bellen of te whatsappen. Wel te mailen en Facebooken. Oké. Even kijken. Ik ben weer een nieuw filmpje aan het uploaden. Maar dat duurt heel even. Dat duurt een heel poos trouwens. Niet heel even, heel poos. Ik laat hem opstaan. Ik zie je vanavond weer. Als je weer terug bent. If you don't understand my silence, you don't want to understand my words. If you don't understand my silence, you don't want to understand my words. Had beter kunnen zeggen, you won't understand my words. Had ze beter kunnen zeggen. Yep, we go. Even wat neerzetten, dat ik heb gebruikt. Zo. Ik weet trouwens nog steeds niet hoe die flits werkt, joh, van die camera. Dat is zo vervelend. Maar ja, ik moet dit instructie door gaan lezen van die ellendige ding. Dit zijn ze, een stapel. Maar ze zijn meestal hetzelfde. Maar ik moet even Nederlands ertussen halen. Of Engelse. Maakt niet uit. Welke van de twee? Nederlands of Engels. Oké, dan gaan we op weg naar werk. Ik was heel even aan het denken. Kijk, mijn telefoon die doet het nu niet. Maar ik zit namelijk bij KPN. Heb ik een abonnement. En ik betaal per maand betaal ik iets van 37 euro of zo, 40 euro. Voor aardig wat dingetjes. Maar ik ga even kijken of ik een deal met hen kan maken. Morgen. Na werk, tenminste morgen vroeg ga ik hen even bellen. En kijken of ik een deal kan maken met hun. Over hun telefoon. Dat ik weer een iPhone 6 ga kopen. En dat ik extra bijbetaal. En dat ze de telefoon naar mij sturen. In plaats van dat ik die telefoon ga maken. En dan zet ik gewoon alle gegevens over op de nieuwe telefoon. Nieuwe iPhone 6. iPhone 7 vind ik echt blech. Bagger telefoon. Er zit ja, eigenlijk geen verbetering. Met de iPhone 6 misschien niet sneller, maar betere camera, ja. Systeem, misschien een iets betere systeem, maar voor de rest niet veel. Dus ja, ik ga kijken of ik die deal kan maken. Als ik die deal kan maken, dan ben ik blij. Wacht, dan krijg ik een nieuwe iPhone 6 binnen. Wat chill. Dus morgen zien wij het even of ik die deal kan maken. Ik zit niet vooruit te kijken, en ik zie dit. Lachen, joh. Allemaal kinderen. Hallo. Ja, binnen, dan komt het goed. Oké. Okay. Wacht, ja. Allemaal kinderen die hier aan het spelen zijn. Die witte tent. Dag, hoor. Allemaal weer water spelen. Ziek, joh. You do not know where your decisions come from. They pop up like hiccups.